Hallo allemaal, dit is Lumeria met het wereldse gebeurtenissen filmpje deel 13. Goed, ik ga jullie een foto laten zien. Die heb ik geplaatst op Facebook. Wacht even, even opzoeken. Even kijken. En ik ga jullie daar uitleg over geven. Kijk, dat is dit plaatje. Ja, en ik kreeg een aantal berichten. Het eerste was van een Egyptische gids die ik heel erg waardeer en heel gerenommeerd is. Die zei ja, fout. Het tweede bericht wat ik kreeg was uit een groep die zei fout. Ja, er is niet eens gelezen. Ja, oké. Okay. Ik heb die piramides erop gezet. Maar dat betekent nog niet dat je het bericht niet hoeft te lezen. Waar het om ging. En ik zal jullie zo de reacties ook nog delen wat fout was. Ik zal jullie eerst de intentie van dit plaatje vertellen. Afgelopen week, dit gaat natuurlijk over slavernij en racisme. Afgelopen week was er op de televisie een beeld van een zwarte jongeman in Amerika bij het beeld van Abraham Lincoln, die bij een neger stond. Ik zit nu helemaal te zoeken van wat mag ik wel of niet zeggen. Als ik het fout zeg, excuses, sorry, kan ik niks aan doen. Is niet mijn intentie als ik iets verkeerd zeg, dus disclaimer. Goed, dan gaan we verder. Een negroïde man, African American, stond bij dat beeld van Abraham Lincoln. En die was kwaad. En dat beeld moest weg. Waarom, vraagt een blanke vrouw die erbij staat. Ja, maar moet je luisteren. Waarom wil jij dat dat beeld weggaat? Ja, en die neger die is daar in de ketenen en dit en dat en vreselijk en slavernij en ik voel me zo verschrikkelijk. Ja, zegt ze. Maar weet je wel wie Abraham Lincoln is? En weet je wel wat dat beeld voorstelt? Abraham Lincoln heeft de zwarte bevolking, de African Americans, bevrijd van die ketenen. Hij staat erbij om die ketenen los te maken. En dat beeld moet weg. Die man was helemaal. Nou. Zegt die blanke mevrouw, kijk, moet je even op dat bordje lezen wat daar staat. En daar heb ik even over nagedacht. Ik dacht, maar hier gaat het dus ook om, hè? De zwarte bevolking, waar ter wereld dan ook, maakt niet uit. En dan heb ik het over de vroegere Afrikaanse bevolking. Die hebben dus er een probleem mee dat die beelden daar staan. Of dat Columbus er staat. En ik zit te wachten tot Michiel de Ruiter niet meer in Vlissingen mag staan. We houden het even bij Lincoln. Dus die zwarte meneer die wil zo graag dat dat beeld verdwijnt. Dus al die beelden verdwijnen. Eigenlijk zouden dan ook al die huizen, die grote plantages, hè, die grote mooie huizen uit Noord en Zuid, zelfs die serie zouden moeten verdwijnen. En daarom heb ik dat plaatje gemaakt. En daarom heb ik de piramides, want iedereen weet piramides Egypte. Als ik daar een plaatje van Mozes op zet, die het Joodse volk uit Egypte vandaan haalt, snapt niemand mijn intentie. Maar als ik daar een plaatje van de piramides op zet, dan begrijpt iedereen, oh, dat gaat over Egypte. Wat heb ik nou op dat plaatje geschreven? Het gaat er dus om dat je... Ik zal het plaatje erbij pakken, zodat ik niet iets verkeerd. Dit moet allemaal verdwijnen. En op dat plaatje, daar staan dus piramides.
Daar staat specerijen en er staat New York. Oh, wat een mooi plaatje van New York, mama. Ja. Racisme, aanstootgevend en door slavernij gemaakt. En dus, mijn Egyptische gids, die zegt. En in die discussie, ook met anderen, kon je gewoon zien dat hij een andere methode van lesgeven heeft gekregen. Hij heeft geschiedenis gestudeerd, dus hij is echt wel intelligent en hij heeft gewoon zijn dingen geleerd. Dan degene die hier in Nederland geschiedenis heeft geleerd. Er zijn verschillende versies. Maar het gaat mij er niet om of de piramides nou wel of niet door slaven is gebouwd. Het gaat mij erom dat het verhaal van het Joodse volk die daar in Egypte onder slavernij heeft moeten werken. Of ze nou wel of niet over aan piramides hebben gewerkt. Het gaat erom, oh Egypte, dat herken je, dat is verbonden met het Joodse volk. Kunnen ook zeggen, wij voelen ons nog steeds onderdrukt. Die piramides moeten verdwijnen. Maar dat is zo aanstootgevend aan ons gevoel van rechtvaardigheid en wie wij zijn. Die piramides moeten afgebroken worden. Want wij, echt waar, dit kan gewoon niet meer. Dat is wat ik bedoel. Goed. De African American die wil dus die beelden laten verdwijnen van Lincoln, van andere mensen. Onze Zwarte Piet. Waar we al heel veel concessies natuurlijk hebben ingedaan. Het is ook een stukje traditie, hè? En natuurlijk, wij beseffen ons wel dat wij een ander nooit mogen gebruiken of misbruiken. En gebruiken mag je een ander wel, mits de ander daar toestemming voor geeft en dat de voorwaarden daarvoor bekend zijn. Als ik een dienst verleen, dan gebruik je mijn capaciteit. Als jij een consult bij mij aanvraagt, dan gebruik jij mijn diensten en daar betaal jij mij voor en dan is daar een evenredigheid in. Op het moment dat jij mij gebruikt en mij daarvoor niet betaalt of niet voldoende op een menswaardige manier compenseert, dan hebben we het over slavernij en dat is het heden ten dagen ook in Nederland nog steeds, kom ik straks op. Dus de African Americans die vinden dat het aanstootgevend is dat die beelden daar zijn. Televisieprogramma's, Fawlty Towers. Er moeten disclaimers bij, wat ik ook deed in mijn filmpje. Het moet, anders krijg je gewoon een procedure aan je broek. Wij leven niet meer in een vrij land. Niet meer in een vrije wereld. Dat is verdwenen, zeker in de eerste helft van 2020. Waarom heb ik daar specerijen neergezet? Ook daar zie je kurkuma, foelie, peper, paprika poeder, dat zouden we hier ook kunnen maken, nootmuskaat. Dat allemaal zou ook moeten verdwijnen, omdat het aanstootgevend kan zijn aan de Indische en Indonesische bevolking hier in Nederland. En daar is al een hele geschiedenis mee gebeurd. Wij hebben als Nederlanders, en ik heb toevallig nu een wit kleurtje, maar in mijn vorige of volgende leven ben ik ook wel zwart en geel en roze en paars en alles geweest. Oké, ik ben nu ook blauw. Maar bedenk je dit, dat in jouw vorige levens, als wij in reïncarnatie geloven, en dat is iets, daar geloof ik wel in, ik ben ook in Japan geweest. Ik heb ook levens in China gehad. Ik heb ook levens in andere delen van Azië gehad. Ik ben niet altijd zo wit geweest. Dus waarom zou ik discrimineren? Want ieder mens is toch gelijk. Maar goed. In Indonesië is heel veel gebeurd. India was van de Engelsen, Indonesië was van Nederland. En eigenlijk, dat is in de afgelopen 100 jaar... zijn de landen die gekoloniseerd waren weer teruggegeven aan de oorspronkelijke bewoners, behalve Australië. Dat is nog steeds niet teruggegeven aan de Aboriginals. En als de African Americans zeggen, ja, maar wij willen ons land terug. Ga dan maar terug naar Afrika. Daar kwam je vandaan.
Dat is met de Surinamers zo. En dat is, de Suriname is een heel mooi voorbeeld van een land waar zoveel culturen zijn. En dat is ook, ja, dat heeft ook een Nederlandse root. Daarom ook dat plaatje van New Amsterdam erop, New York. New York is op een gegeven moment gewoon geruild voor Suriname. En wij kunnen een heel mooi voorbeeld aan Suriname nemen. Misschien economisch niet, maar wel als volk samen. Kijk eens hoeveel culturen daar samenleven. Hoeveel religies daar ook samenleven. Nou, Suriname is dus ook een land wat samengesteld is uit mensen die uit alle delen van de wereld kwamen, omdat zij als slaaf verkocht werden. Moet Suriname ook maar opgeheven worden, want dat kan ook aanstootgevend zijn. Daar gaat het om. Dat wanneer ik zie dat zo'n African American zo'n beeld van Lincoln wil wegnemen, omdat hij dat aanstootgevend vindt, dan moet hij eigenlijk even de geschiedenisboekjes ingaan. En dat hij beseft dat Lincoln zijn leven voor het theater is heeft gegeven. Hij kwam het theater uit, geloof ik. En daar is hij doodgeschoten. Omdat hij tegen de slavernij was. Zo'n man moet je eren, dan moet je een bos bloemen neerzetten. Dan moet je zeggen, kijk, die man die heeft ons gered. En daar wordt dan op die manier aan gedacht. En dat krijgt dus een podium op onze Nederlandse televisie. Dat is dan ook nog zoiets. Al die plaatjes die je op dat collagetje hebt gedaan, die hebben dus te maken met slavernij. Met achtervolgingen. Spanje moet wat mij betreft ook maar ophouden van bestaan. En ook de Rooms-Katholieke Kerk, die moet zeker ophouden met bestaan. Absoluut. Ik weet niet of jullie dat weten, maar ik ben een heks. Ja, dat kan je wel zien met dat haar natuurlijk. Maar als ik als heks terugkrijg in mijn verleden, en er zoveel heksenachtervolgingen waren, niet alleen de heksenverbranding, maar er waren ook stenigingen en heksenverdrinkingen. Nou, dat heeft de Rooms-Katholieke Kerk gedaan. Moet die ook maar verdwijnen, want daar neem ik aanstoot aan. Maar misschien zouden we toch een beetje meer naar onze religie, onze levensovertuiging als heks moeten gaan kijken. Wij doen niet altijd hele spannende rituelen. Als je kijkt naar het filmpje, het positieve filmpje van 2 juli, 29 juni, aankomende maandag, dan laat ik je een ritueel zien wat absoluut een heksenritueel is. Ga alsjeblieft zien, dan zie je wat we doen, wat ik doe. Als heks heb ik de opdracht meegekregen om de harmonie tussen boven en beneden, aarde en hemel, te bewaren. Niks, geen zwarte magie, geen voodoo uit donker Afrika, geen gekke dingen. Je bent gebonden aan een belofte die jij hebt gemaakt aan de aarde en aan de hemel, dat je goed op beide zal passen. En dat betekent ook dat je ieder levend wezen zal koesteren en dat je daarvoor zal vechten. Dus ook die African American. En ik vecht voor hem, maar niet voor zijn overtuigingen. Wat die blanke mevrouw deed is hem erop wijzen. Ga lezen, ga kijken wat je geschiedenis is. Heel belangrijk. En dat is ook zo met de specerijen. Ga kijken. Je pakt het zomaar uit je keukenkastje vandaan. Maar dat is daar niet zomaar gekomen. Een gepeperde rekening. Waarom noemt men dat een gepeperde rekening? Omdat peper helemaal uit Indonesië moest komen. En dat dus met die VOC-schepen naar Nederland kwam. Nou, dat was heel duur. Heel vaak dan zonk een schip. Oogsten gingen verloren. Piraterij. Dus een gepeperde rekening.
dan mogen we ons wel van bewust zijn dat wij Nederlanders ook natuurlijk, en Nederland moet ook verdwijnen. Als ik kijk naar de Indonesiërs, dan denk ik dat die ook zeggen, nou, als New York dan moet verdwijnen, kan Nederland ook wel verdwijnen. Ja. Wat hadden de Indonesiërs ook weer gedaan? Wie waren die Afrikanen die hun eigen volk verkochten? Dus het is heel makkelijk om te wijzen naar iedereen. Maar kijk naar je eigen geschiedenis. Kijk naar welk land je vandaan komt. Welke geschiedenis heb je? En soms mag je culturen ook gewoon... Kijk, kannibalisme, dat hoort ook thuis in Afrika. Dat is er al aardig uit. Nou, dus ze hebben nu ook voor Nederland gezegd, ja, jullie hebben ook oude gebruiken waar wij aanstoot aan geven. En jullie vonden dat kannibalisme niks aan. Dus wij vinden Zwart Piet niks aan. Zo werkt het, hè? Ah, misschien denk jij daar wel anders over. En weet je, dat mag. Want wij zijn individuen. En zolang wij respect naar elkaar toe hebben, mag jij gerust van mening verschillen. Daarvoor hoef je niet te plunderen, hoef je geen stemverheffing te doen, kan je de ander nog laten uitspreken, maar mag je het met elkaar oneens zijn over dat plaatje. Mijn zeer gewaardeerde gids, die zei, ja, maar die slaven, dat is helemaal niet door slaven gebouwd, die piramides, nou, dat betwijfel ik. Maar dat is zijn mening. Hij heeft het uit de boeken geleerd. Hij zegt ook, nee, het Joodse volk heeft die piramides niet gebouwd. Dus, dat is pas veel later in de geschiedenis, zijn die piramides gebouwd. En die zijn niet, of dat de Joden laat waren, maar in ieder geval, die tijdspannen klopten niet. Maar, ga zelf maar voelen. Die piramides zijn echt wel door slaven gebouwd hoor. Of nou Egyptenaren of Joden waren, maakt niet uit. Goed, dat was dus mijn Egyptische gids. Als je die hebt dus, tijdens de Nile Cruise, top. Ik heb Mina ook. Mina staat ook bij mijn vrienden. Als je die hebt ook, twee Egyptische topgidsen. Kan je ook individueel inhuren. Als je daar weer naartoe mag. Ik weet niet of je naar Egypte mag, hoe dat daar is. Ik zal hem eens vragen. Nou, toen had ik het op een andere groep gezet. Ik ben wel lid van een aantal groepen. Ik ga niet altijd in discussie, maar ik vind het soms wel fijn om gewoon te lezen. Wat speelt er in de gelederen? Hoe is de energie daar? Verwachten ze een invasie met de QAnons? Die verwachten nog steeds een invasie. Dat Kennedy weer terugkomt, dat Trump alles helemaal toppie maakt. Nou, moet eerst maar zien. Leuk als er wat gebeurt. Top. Hartstikke goed. Ik heb er wel een aantal dingen van geleerd. Ook symbolen om te herkennen. Ola ijsjes bijvoorbeeld. Ja. Daar heb ik nu toch wel een hele andere kijk op gekregen. wat was er nog meer? Oh ja. UFO-groepen. Wat speelt er? Wat zijn de inzichten? Vind ik leuk. Dat volg ik. Maar ik reageer niet overal op en ik geloof ook niet alles wat er geschreven wordt. Dan denk ik, nou. Maar goed, op een van die groepen had ik dus dit ook gedaan. Had ik dat plaatje dus gezet. Ja. Hé, die piramides waren niet door slaven gebouwd. Dat was door buitenaardse gedaan. En zo zijn er heel veel theorieën. En het kan gerust waar zijn. Van mijn gids kan geleid hebben dat het gewoon de Egyptenaren is geweest die gewoon elke week hun salaris kregen, goede onderkomens had, goed eten had, niet slavendrijvers had en gewoon net als hier van 9 tot 5 naar het werk gingen. Ja, dat kan. Nou, en net zo goed als dat kan, kan het ook zo zijn dat vanuit de ruimtewezens, dat die ze geplaatst hebben. Goh, hoe heette die man? Want die heeft daar hele mooie dingen over geschreven. Nou,
In beide zitten waarheden. En dat de piramides met buitenaardsen te maken hebben, dat geloof ik wel. Hoe ze gebouwd zijn, geen idee. Is vast in de begintijd prachtig geweest met dat gouden dak. Je vindt ze trouwens ook in Zuid-Amerika en in Bosnië de piramides. Die zijn denk ik wat ouder. Dat er buitenaards leven is, dat is één ding wat zeker is. Goed. Misschien zijn we allemaal al slaven, hè? En dat wij het gewoon niet doorhebben. Maar dat we gewoon allemaal gewoon een spelletje spelen. En dat is zeker. En wat nu met de plunderingen ook gebeurt, de rellen gebeurt, we mogen niet meer discrimineren. Racisme mag niet meer, en dat mocht al helemaal niet. Maar dat wordt nu wel heel duidelijk gemaakt dat wij in het gelid moeten. En als dan zo'n demonstratie heel vreedzaam verloopt, dat is wel heel vervelend. En er is altijd wel een groep met mensen die wat geld wil verdienen. En die worden er gewoon voor betaald om rellen te schoppen. Dat is wat er gebeurd is. Nou, en als je dan dat tv-programma uit de lucht wilt, dan doe je dat op deze manier. Komt denk ik niet weer terug. Goed, wat een gedoe, hè? Ik zou het over de zon vertellen, maar dat moet maar deel 14 worden, want dat is een hele andere energie. Goed, hè? Ja. Ga liefdevol en respectvol met elkaar om. Plunder niet, maar kijk wel wat dit met de maatschappij doet. Het houdt dus in dat langzaam maar zeker de regels steeds strakker worden, dat wij steeds minder mogen, dat die top van die piramide. En dan niet de Egyptische piramide, maar de machtspiramide op de aarde, steeds meer invloed krijgt. Daar gaat het om. Hoe hou je het gepeupel? Hoe hou je die schapen in bedwang? Nou, dan moet je ze ook een beetje loslaten. Heb je met kind. Het is net opvoeden van kinderen. Je moet soms de teugels even strak aanspannen. Dan moet je ze weer laten vieren. En daarnaast span je ze nog strakker aan, zodat ze echt in het gelid lopen. Die oudere mensen, die moeten gewoon dood, want die hebben geen economische waarde. Hoe doen wij dat? Geen ventilatoren in de huizen. Nou, dat mag toevallig dan nu wel weer. We doen geen ramen open, want stel je voor dat ze frisse lucht krijgen. Nou, dat is de reden. En het is schandalig dat wij dat allemaal laten gebeuren. Daar mogen wij wel even voor vreedzaam op 1,5 meter afstand voor demonstreren. Nou. Je mag alle commentaar geven hoor, maakt mij niks uit. Dit is mijn visie. Heb je wat te vertellen? Wil je iets met me delen? Mag gerust. Ik wens je een mooie dag. Dag allemaal.